Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Zo zit dat hier vanuit Zoepark Overloon met Ton en vandaag met Jule. En dat heeft ermee te maken dat Kim een dagje vrij is vandaag. Misschien kunnen jullie het net zien op de film, maar we hebben al het een en ander bij ons. En dat is omdat we vandaag naar een dier gaan kijken wat vis komt eten. En ze staan al op ons te wachten. Dus we gaan even kijken of ze visje willen happen zo meteen. Kijk, daar staan ze al keurig bij het bordje, zoals het hoort, te wachten totdat wij een visje komen brengen. Nou, inmiddels is Jule alvast begonnen met het voeren van onze pinguïns. En daar komen ze netjes aanlopen. Jule, wat voer jij de pinguïns? De pinguïns krijgen bij ons haring. En ze krijgen 3 keer in de week een pilvis. Die hebben hier in die aparte bak zitten. En er zit een vitaminepil in en een pilletje tegen de malaria. Ze zijn namelijk gevoelig voor de vogelmalaria. En omdat we natuurlijk geen zieke pinguïns willen, zorgen wij ervoor dat ze dat allemaal krijgen. Dan heb ik hier zo'n mooie lijst. Daar houden we de administratie bij. En wat staat er op die lijst? Er staan alle kleurtjes op. De pinguïns hebben allemaal gekleurde bandjes om. En die kleurtjes die corresponderen met deze lijst. En dan spreek ik dus af als een pinguïn een pilvis heeft gehad. En dan weet ik dus ook precies dat ik er niet eentje oversla. Dat ze allemaal de juiste hoeveelheid hebben gekregen. Oké. Kom. De pinguïns die hebben lekker gegeten en die hebben ze inmiddels teruggetrokken naar hun eigen kant van het verblijf. En wat wel leuk is om te laten zien is dat onze pinguïns hebben op het moment hier en daar wat kuikens. En één nestje met kuikens dat zit hier heel mooi in beeld. En dat kuiken is al vrij groot. Die is nu een week of 5 oud. En we gaan eventjes kijken of we wat dichterbij kunnen komen. Hier zien we vader, moeder en kind. En zoals jullie zien is het pinguïnkuiken achterin het nestje is helemaal donzig. En dit verenkleed dat verliezen ze weer als ze ongeveer 8 à 9 weken oud zijn. En dan gaan ze over naar een helemaal grijs verenkleed. Wat wel dezelfde veertjes zijn als hun ouders, maar niet dezelfde kleur. En dat verenkleed is waterdicht en vanaf die leeftijd kunnen ze dus ook gaan zwemmen. Zien we een pinguïnstel in een zelfgegraven hol. En nou liet een van de twee dieren ook gelijk eventjes mooi horen wat dat ezelen precies is. Dat geluid maken ze namelijk vooral om hun nest, jongen of hun partner te verdedigen. En als ik te dicht bij het nest kom, dan laten ze ook eventjes van zich horen. En op die manier hopen ze dan hun vijanden af te schrikken. Nou, hopelijk zijn jullie hier een klein beetje wijzer geworden over onze Afrikaanse pinguïns? Nou, heb jij misschien nou ook een vraag over een bepaalde diersoort of wil je gewoon graag iets meer zien van een dier? Laat het dan weten hieronder in de comments en misschien nemen we de volgende keer wel jouw vraag mee in Zo zit dat. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens!